Voorzitter, het leek zo'n goed nieuws gistermiddag. De motie Wilders die het kabinet verzoekt de salarissen van zorgmedewerkers structureel en fors te verhogen werd aangenomen. En niemand rende zelfs weg. Maar na een uur, ongeveer een uur geleden, kregen we een brief van het kabinet dat er bovenop de bestaande plannen geen cent extra beschikbaar komt. Waar de aangenomen motie wel om vroeg. De motie wordt dus gewoon niet uitgevoerd en dat is niet te geloven. Een Kamermeerderheid wordt geschoffeerd. We worden allemaal belazerd, maar het is vooral een klap in het gezicht van al die zorghelden. Waar eerder Kamerleden wegrenden voor hun verantwoordelijkheid, doet nu Rutte dat. Terwijl Rutte beloofde een aangenomen motie uit te voeren. Op de vraag van een journalist over mijn eerdere motie hierover antwoordde de premier en ik citeer: ik wacht die Kameruitspraak af en dan moeten we ons ook aan de Kameruitspraak houden. Einde citaat. Ook dat bleek dus opnieuw een grote leugen van een opnieuw onbetrouwbare premier. En ik eis mevrouw de voorzitter namens al die zorgmedewerkers dat die aangenomen motie alsnog wordt uitgevoerd en er dus bovenop dat bestaande beleid wat in het briefje van de minister staat een forse extra structurele salarisverhoging komt. Anders moet u wat mij betreft opstappen, meneer Rutte, met uw hele kabinet en zal ik vandaag bij dit debat een motie van wantrouwen tegen u indienen. Want het is genoeg met die schandelijke, vieze politieke spelletjes die u speelt over de ruggen van zorgmedewerkers. Voorzitter, waar ik ook boos over ben, is de afschaling van de gewone ziekenhuiszorg. De coronadruk op de ziekenhuizen is onhoudbaar, zo kopte een ochtendkrant een paar dagen geleden. Twee weken geleden beloofde het kabinet hier beterschap, maar een tegendeel is gebeurd. Ondanks mijn kamerbreed aangenomen motie om de zorg op orde te krijgen, zodat mensen die zorg nodig hebben, ook de zorg krijgen. Ons zorgsysteem is inmiddels zo verzwakt dat het deze crisis niet meer aan kan. En natuurlijk moeten alle coronapatiënten de best mogelijke zorg krijgen. Maar ook die 78-jarige man uit Lelystad die kwam te overlijden naar een hartaanval nadat ambulancepersoneel pas bij het derde ziekenhuis terecht kon. Omdat ook in andere ziekenhuizen, de eerste twee ziekenhuizen waar hij langs kwam, gewoon de spoedeisende hulp gesloten was. En ook in Den Haag, in Rotterdam, in Delft moesten ambulances rondjes rijden met patiënten omdat spoedposten gesloten waren. Voorzitter, we hebben zo ongeveer een alles tekort waar je maar tekort aan kan hebben. En zorgpersoneel, en ziekenhuiscapaciteit, en IC-bedden, en testen. De zorg is in 10 jaar tijd Rutte op een schandalige manier behandeld. Ziekenhuizen zijn gesloten en er is een rampzalig tekort aan zorgmedewerkers in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Er worden wel honderden miljarden van onze euro's over de ballen gesmeten naar Afrika en Zuid-Europa. Maar ziekenhuizen en verzorgingshuizen gingen dicht en medewerkers werden ontslagen. En ik zeg tegen premier Rutte: als je de hele wereld geld geeft, als je massa's mensen ons land binnenlaat, maar zieke mensen hier in Nederland in de kou laat staan en geen zorg geeft als ze dat nodig hebben, dan verdien je het niet om minister-president van Nederland te zijn. Voorzitter, wat moet er nu gebeuren om te redden wat er te redden valt? Zorg voor meer zorgmedewerkers. Gisteren nog is een andere motie van mij aangenomen, voorzitter. De motie die zegt wat er moet gebeuren om meer zorgpersoneel te krijgen. Maak het voor zorgmedewerkers die parttime werken financieel aantrekkelijk om meer uren te maken. Laat managers op de werkvloer bijspringen. Zorg dat tienduizenden mensen met een medische opleiding die nu elders werken zoveel mogelijk kunnen bijspringen en helpen in de zorg. Ik hoop dat deze motie op zijn minst wel wordt uitgevoerd. Ik wil op al die punten uit die aangenomen motie gisteren met 1 stemverschil, maar aangenomen, een reactie van het kabinet met concrete stappen die zullen worden genomen. Ik zal ieder debat opnieuw erop terugkomen als een bok op de haverkist om concrete resultaten te vragen. En geld, geld, zeg ik tegen de mensen van de VVD en vak K, geld mag geen probleem zijn. Geef maar wat minder geld aan het buitenland of aan gelukzoekers. Nederland moet toch in staat zijn, crisis of niet, om onze eigen mensen die ziek zijn te helpen. We zijn toch geen derde wereldland. De tijd van zorgfrekkigheid, want dat hebben die VVD'ers op hun voorhoofd geschreven, mevrouw de voorzitter, zorgfrekkigheid, die tijd is eindelijk voorbij. Dank u wel.